Zo, nou, ik sta dus wat jullie kunnen zien voor de spiegel. En ik zal jullie even laten zien waar ik dus pijn heb. Moet eens kijken hoe mooie auto dit ook is eigenlijk, hè? Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen, Karen en Roderick. Het is vandaag maandag 27 september. Het is nu 4:05. Ja, het is laat, ik weet het. Maar ik voel me helemaal niet goed. Ik heb pijn, ik ben moe, ik ben misselijk, koppijn. Maar ik heb een tijd voor woensdag. Dat is om 7 uur moet ik mij melden. Op etage 9. Nog wat, geen idee. Ik vind het helemaal prima. En ja... Ik ga het meemaken. Ik heb de hele dag eigenlijk op bed gelegen en ik vind het goed. Ik ben nu een vlogje aan het editen. Wij wensen jullie gewoon heel veel plezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik ga jullie even bijpraten. Zoals even nodig. Ik ga sowieso soms eventjes jullie laten zien waar ik echt heel pijn heb. Want ik heb een nieuwe tweede pijnplek gevonden. Zoals wat ik net al in de intro zei, ik heb eigenlijk al de hele dag op bed gelegen, maar ik moet sowieso een vlog in elkaar bouwen. Ja, ik ben gewoon moe, ik heb pijn, ik ben misselijk, ik heb koppijn. Maar dat komt echt puur door de pijn en dat weten ze ook, maar ik ben nu net ook nog gebeld en door het ziekenhuis in verband met COVID, hè? Ja, die lekkere corona dingen, ik vind het goed. Prima. Of ik misselijk ben, nou, daar heb ik allemaal nee op geantwoord. Ik ben niet misselijk en van corona of wat dan ook. Dus ja, dus daar gaat het eigenlijk om. Dus dat zijn gewoon eigenlijk de standaard vragen die ze stellen. Nou, prima, die mogen ze stellen. Maar voordat ik ook andere dingen krijg, et cetera, is niet handig. Dus ik laat het zo meteen ook even zien via de spiegel. Het is precies bij mijn litteken, waar mijn pijnplek zit, aan de andere kant idem. Daar kwam ik van de week ook al achter. En ja, ik weet gewoon niet hoe ik moet zitten, ik weet niet hoe ik moet staan. Ik weet niet hoe ik moet lopen. Dus, en het is gewoon, ja, gewoon een pijnsyndroom. Acnes, ja, het is gewoon een zenuw die knel zit. Ik vergeet iedere keer de link ook erbij te zetten. Dus dat zal ik ook zometeen, dat zal ik ook dan gaan doen. En dan zal ik ook even in de deze vlog doen. Ook de link erbij zetten. Dus ja, dus dat eigenlijk. Dus ja, het is niet fijn, zeg maar. Want ik zou eigenlijk dus vandaag geopereerd worden. Ik zou eigenlijk om 7:15 in het ziekenhuis moeten zijn. Maar helemaal niet. Want ik werd gelijk weer vrijdag, want om vrijdag rond 11:30 heb ik er zo gebeld. Toen zeiden ze dus dat ik dus om 7:15 moest melden in het ziekenhuis. Hier 10 minuten vandaan. En toen werd ik om 2:15 weer teruggebeld dat die afspraak dus niet doorging. Maar dat ze wel dus een andere dag voor me had en dat was dus een woensdag. Oké, fijn. Ik dus helemaal in huilen, want ik heb wel pijn. Dus ik kan al heel weinig hebben, net zoals daglicht, dat is gewoon voor mij te veel. Geluiden omheen, het is te veel. Ik kan het gewoon niet echt hebben, zeg maar. Ik ben gewoon overprikkeld. Rodi hoeft mij iets te doen en ik word, ja, ik ben niet boos, maar ik reageer boos, zeg maar. Net zoals nu. Komt er nu ook weer iets langs? Nou, dat kan ik gewoon in principe heel weinig hebben. Dat is een grasmaaier. Ook leuk. Nat. Dat is helemaal niet fijn. Maar ja, wat moet je dan zeggen? Hey, jongens, jullie mogen hier niet werken. Ja, dat schiet niet op. Dus nee, maar ik ga zo meteen sowieso eventjes het filmpje opnemen over waar ik pijn heb. En dan... hoop ik dat jullie dat een beetje begrijpen. En ik weet wel en dat ik volgers heb en die mij begrijpen. Dus, mocht je nieuw zijn, ja. Hè? Ik heb ik ben al heel veel afgevallen. Ik kom van 140 kilo.
Ik moet dat zeggen, ik heb een maagverkleining gehad, ik heb een darmperforatie gehad, ik heb 2 keer een buikwandcorrectie gehad en nu heb ik weer een operatie. Dus ja, is niet handig, nee. Maar ja, acnes, pijnsyndroom, google het maar, mag ook, maar ik zal hem sowieso erin zetten. Dus ja, komt allemaal weer goed. Zo, nou ik sta dus, wat jullie kunnen zien, voor de spiegel. En ik zal jullie even laten zien waar ik dus pijn heb. Ja, nou dat is dus hier, precies daar, hier, kijk. Hier heb ik gewoon pijn, precies op dit stukje. Dus hier knijt het hard. Ja, ik kan wel een beetje indrukken. En dan precies aan deze kant hier begint het ook nu pijn te doen. Dus ja, dat is echt vanaf dit ongeveer, dit tot daar, hier ongeveer. Dus deze hele stuk mogen ze na gaan kijken. Dus ja. Dus dat wou ik even aan jullie laten zien. Daar heb ik dus nu laten zien. En ja. Ik merk het allemaal wel. Ik vind het allemaal prima nu even. En ja. Ik ben gewoon moe. Ik heb pijn. Maar ja, dat is jullie ook wel denken aan me. Zo. Goedemorgen. Hij schat, een Noor of zo is dat? Die Noor, is dat een Noor? Noorwegen, ja, hè? Ja, dat is een Noorwegen. Ja, dat is een Noor. Moet eens kijken hoe mooie auto dit ook is, eigenlijk. Hè? Het is een Mercedes-Benz. Alex, heb je ook zo'n auto? Hij is wel gaaf, vooral met deze lampjes. Ik vind hem heel gaaf. Ja. Zo, en dit vindt Rode grappige banden. Nou, joehoe. Ik ben een beetje laat met filmen, maar oké. Okay. Ik heb er ook een foto van gemaakt. Kijk, en hij moet toch daar naartoe? Bijzonder gaaf. Ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er een vlog online. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog weer terug. Doedels!